naam is Anja Wassen en ik ben begonnen met het opstarten van het initiatief Werktuin 040. En de reden hiervoor is dat ik een eigen bedrijf wilde opzetten, maar dat ik een heel lief klein dochtertje thuis heb van bijna 2. En die zorgt dan voor een afleiding. Onder andere dat ik Werktuin 040 wil opzetten, is dat ik zelf niet een oppas in de buurt heb. Mijn ouders en schoonouders wonen niet in de buurt. Dus met Werktuin 040 kan ik een plek creëren waar ik me persoonlijk of zakelijk wil ontwikkelen. En ik kan daar gewoon meenemen, dus ik heb ook geen probleem dat er geen oppas is. En ik ben ook bij haar in de buurt, wat ik ook ontzettend leuk vind natuurlijk, om mee te maken wat zij allemaal leert op een dag. Het is ook van belangrijk als je als ZZP'er net begint, dan heb je misschien ook niet de inkomsten om je kindje of kindjes naar een opvang te brengen. Dus het is een hele mooie combinatie dat je op één plek kunt werken en waar je dus dicht bij je kindje bent. Waardoor de financiële vergoeding die dat met zich meebrengt ook een stuk lager is dan de reguliere opvang. Normaal vind ik dan dus hier te werken, maar zoals je nu ook ziet, ja, dat gaat ook soms een beetje moeilijk met zo'n klein hummeltje. Want die wil mee typen, mee duwen en kijken en zo. Typen, ja. Dus dat is een van de redenen waarom je bij Werktuin wel op een leuke plek kunt werken en je kindjes lekker kunnen spelen. Ik ben met Werktuin 040 nu volop bezig om het mogelijk te maken. Ik heb met meerdere partijen en instellingen al afspraken gehad. En daarbij is het ook belangrijk dat ik samenwerking vind met de gemeente. Dus daar zijn we ook volop mee bezig om te zorgen dat Werktuin 040 er ook komt. De mogelijkheden zijn er zeker voor, alleen zijn er wat bepaalde spelregels die nog afgestemd moeten worden. Dus daar zijn we volop mee bezig. Maar iedereen is ontzettend enthousiast en wil graag een bijdrage leveren om dit mogelijk te maken. Dus we hopen op korte termijn hiermee verder te kunnen. Werktuin 040 biedt voor mij heel veel voordelen. En het kan ook heel veel voordelen bieden voor iedereen die er gebruik van gaat maken. Je kunt jezelf economisch onafhankelijk maken. Daarnaast willen we het ondernemerschap stimuleren. We hebben ook al contact gehad met het vrijwilligerspunt voor eventuele coachingstrajecten. En daarnaast biedt het je de voordeel dat je weer kunt meedoen in de maatschappij. En dat je een netwerk kunt opbouwen en dat je waardering kunt krijgen in de dingen die je wil gaan doen. Nou, wat heeft de Werktuin 040 nog nodig? We zijn op dit moment heel druk bezig met een locatie zoeken die passend is voor het idee. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk om ondernemende ouders aan te trekken. Iedereen die graag betrokken wil zijn, die kan zich aanmelden. Nu, ook nu al. Wat we ook nog zoeken is vrijwilligers. We hebben al contact gehad met enkele organisaties om te kijken of we bijvoorbeeld een combinatie kunnen maken met senioren die bijvoorbeeld een voorleesochtend willen aanbieden. En daarnaast zijn we nog zeker op zoek naar geïnteresseerde partnerorganisaties die ons op allerlei manieren kunnen bijstaan. En natuurlijk zijn we ook op zoek naar speelgoed om het een leuke plek te maken voor de kindjes. Meubilair, tafels, stoeltjes, dat soort dingetjes. Om het gewoon helemaal af te maken. Mijn droom met Werktuin 040 is dat het een inspirerende werkplek wordt voor ouders die iets voor zichzelf willen opzetten en die zakelijk of persoonlijk bezig willen zijn. Daarnaast hoop ik dat het een creatieve, stimulerende plek wordt voor de kindjes. Met een leuke buitenplek waar ze ook leuk kunnen spelen in de zomer. En ik hoop dat de groep een samenhorigheid met zich meebrengt. Dat iedereen samen iets wil opzetten en dat je je verbonden voelt. En dat het een plek is waar je je thuis voelt en gewoon graag naartoe gaat.